Oh, oh, wat een mooie fade-in. Wat een mooie fade-in. Yo! Yo! Welkom bij een nieuwe aflevering met Ronald en Sam. Het gameportaal project Minecraft, ja. En we... Ja, wij zijn... Ja, dat zijn wij. En wij spelen vandaag weer... Hoe noemen we? Hammerfight. Hammerwatch. Hammerwatch, sorry. En yes. ik heb gefaald op een of andere manier. Ik weet niet hoe dat kan. Nou ja, niet gefaald. Dus een bug, denk ik. Want jij bent ineens een wizard. Oh, er joint nu iemand. Kut. Die kicken we. Woep, doei. Zo, hoppakee. Ik kan nu niet meer joinen. Oké, ik koop je even wat van hun, oké? Ja, dat heb je toch al gedaan, of ja, niet? Ja, ik heb levens gekocht. En wat is mana pool? Yes. Dat is je mana. Dus dit en zo. Oké, die heb ik ook gekocht. Nice. Oké, maar wel dus een probleem. Ik moet weer vanaf het begin beginnen, denk ik. Ja en nee. Want je begint nu als mage, maar je hebt dus wel veel cash al. Ja, ik heb echt superveel. Ah, nou, het is nu weer 1800. Wil je ook nog even wat kopen? Dat is je combo ding. Dat zou ik wel even doen. Yep. En dan combo, welke dan? Healing, Nova, Diamond? Ik zou Nova. Die zegt serious overpowered. Oké, die heb ik gekocht. Maar nice. Het is echt super raar dat ik weer vanaf het begin moet beginnen. Ja, dat slaat nergens op. Dat is echt heel weird. Maar ja, maakt niet uit. We zijn nu alle twee mages, dus we gaan alle twee ownen. Wij zijn nu alle twee OP. Yes. Niemand kloot met, hoe noemen we nu onszelf? Want we zijn nu bijna mage. We moeten nu wel een naam hebben, vind ik. Mage Piet? Nee, ik weet niet. Noem maar een naam. Als mensen dat nou in de reactie zetten. Ja, dat vind ik een goeie. wat is ons naam? Ja, hoe moeten wij heten? Moeten wij de Mage Brothers zijn of zo? En dan zie ik het al voor me, hè. Dan de volgende app zal ze weer gaan opnemen. Ik ben nu ineens een knight of zo. Wat? Zo. Hopelijk krijgen we dat dan niet. Ik vind het heel vreemd dat die ineens veranderd is. Oh, Mage is OP. En meetjes zijn sterk, alleen die archers waren nog sterker. Ja, dat is wel waar, maar ik ben jou al kwijt. Ik ben hier beneden. Yo. Wow, zet veel mensen daar. Probeer ze even allemaal te killen. Woep. Ik had bijna een combo. Nice. Maar wat ik in de reacties zag de vorige keer, dat mensen wel een leuke serie vinden, heel leuk zelfs. Yes, dat zeker weten. Dus daar ben ik ook blij mee. Ja. Dat is ook een fucking leuk spel. En het speelt gewoon heerlijk snel weg. Ja, de vorige keer waren wij na de opname, zaten wij zo van... Hebben wij serieus nou een uur opgenomen? Ja. Ook al is er maar 3 kwartier online gekomen. Ik had er niet eens door. Ja, dat was ook nog. Vertel jij dat maar. Ik was mijn aflevering aan het renderen. En toen dacht ik dat ik klaar was, had ik die 138 gigabyte video helemaal verwijderd. Van een uur lang. En blijkbaar had ik nog een kwartiertje over die ik moest... Hoe noem je dat? Die moest renderen. Hier moet winnen. Oké, kom jij. Ja, oké, ik kom. Hal. Ik ben bijna dood. Ah, inderdaad, maar je hebt wel fucking veel mana. Hoppakee. En wat we eigenlijk nu nog verkeerd hebben gedaan, we moesten eigenlijk nog eentje openen. Dus we moeten eigenlijk helemaal terug. Helemaal terug? Helemaal terug, nou, gewoon echt het begin. En dan mogen wij, hoe noem je dat? Dan moeten wij de baas verslaan van stage 1. Yes, en die is moeilijk. Ja, die is best wel moeilijk. Maar gelukkig hebben we allemaal... Waarom koop jij ook geen mana? Nou, ik gebruik meer deze, die vind ik veel sterker. Die ga ik ook veel meer upgraden. Dat zag ik niet. Oké, we moeten omhoog. Eén ding valt me nu al op. We hebben heel veel levens in één keer. Of hadden we die de vorige keer niet gekocht? We hadden vorige keer ook al zoveel levens. Dus ik ben precies hetzelfde gebleven. Ik weet dat ik ook 2 levens heb ingekocht. Ah, dat is echt heel raar dat ik opnieuw moet beginnen. Ja, het slaat nergens op. Als mensen het weten, ik bedoel, zet het dan maar in de reacties neer. Want I have no clue what happened. Maar ja, het zij zo en we zijn nu al de 2-2 meetjes. Maar wat me opviel in de opnames van de vorige keer, dat wij wel gewoon aan het game waren. Gewoon dat we niet echt opletten met dat we aan het opnemen waren, maar we praten wel gewoon de hele tijd door. Ja. Ja, dat is gewoon awesome. Hey, een appeltje voor jou, als je wil. Oh, deze hebben we wel geactiveerd. Oh, nou, dan hebben we dus dat wel gedaan. Ik dacht dat we deze niet hadden. Maar we hebben dus wel gedaan. Nam. Nice, beide appels eten. Ik heb echt veel mana. Ja, je hebt 140, mooi. Maar uiteindelijk krijg je ook allemaal andere spels. Dan kan je andere spels kopen, dus in principe is wel relaxed. Oh, nu komt de minibaas trouwens. Oh ja, hier waren wij de vorige keer. Ja. Holy shit, wat is er mooi. Wat gebeurt er met ze? Ja, ze worden helemaal rood, dan worden ze sterk. Oh, pas op, ja. Wow. One shot. Oh ja. GG, well played. En waar moet ik... sterk hoor. Oh ja, ik moet hier naar onderen. Yes. Probeer hem even te killen. Zo.
Als je op achter hem staat. Kom hier dan! Oh. Hoppakee. Oh shit. Oh, oh. Oh, wat is dat? Dat is plus 5 damage en een Fendor coin. Dus dan doen we nu veel damage. Ga je niet trouwens stilstaan. Oké, okay. Oh ja. Zo. Oh shit, er komen hier heel veel. We lokken ze even allemaal en lopen we hier weer naartoe. En dan hoppakee. Oh. Combo. Sorry dat ik je ding heb afgepakt. Yes. Wat afgepakt. Oh nee, hier moeten we weer lopen de hele tijd. Alles is hier gesharkt, hè? Dus dat is wel weer chill. Oh, dit is kut. Ik vond dat van de range vond ik vet, dat je de hele tijd door kon lopen. Ja, daarom is het ook veel chiller om één AoE te hebben. Dus eentje heeft nu, de mages hebben heel veel AoE, dus dat je heel veel mensen tegelijk kan hitten. En Archer is heel sterk op één persoon. Ja, true. Maar ja, dat is wel jammer. Oké. Moeten we hier wat kopen? Nee, toch? Ik kan niks kopen, dus... Ik begon net serieus met 3000 coins en ik was ook van zo van, hoe kan dit? Maar je hebt nu wel lekker veel manen. Je kon eigenlijk beter als op health doen. Was misschien handig geweest. Ja. Maar dat maakt niet uit, want bij die eindmas die we zo meteen gaan doen, daar hebben we wel heel veel manen nodig. Denk ik. Dus dat is wel relaxed. Ja. Hoe komen we daaronder? Hmm. Oh, niet stilstaan. Wat? Wat? Hoe ging... Zaten daar die enemy? Dus je moest blijven lopen. Oh, fuck. Die spike ding. Oh, daar had ik niet op gelet. Yes. Okay. Even kijken, dan moeten we hier naar beneden. Let's go. Cool. Nee, ook weer niet, moeten we weer omhoog. Ik had voor deze opname ook wel even een Red Bulltje gekocht, want ik had er wel even zin in. Nice. Post, dan. Hetzelfde. Ik drink nooit energy drank. Niet vaak, tenminste. En nu wel. Energy. Even kijken, ik weet hoe we moeten. We moeten naar beneden, dan moeten we rechts. Dan moeten we omhoog, dan moeten we rechts, dan links, dan onder, dan rechts, dan onder, dan links, links, onder, rechts, boven. En dat is, zie dat jullie denken waarschijnlijk al, wat zit hier te lullen, dat is echt zo. Moet echt zo. Zie je op taf. Yes. Okay, we moeten nu rechts, en dan nu naar onder, en dan links, en dan onder, en dan rechts, en dan onder, en dan links, en dan onder. Oh, jij bent wel sneller trouwens, bedenk ik me nu. Of niet? Of lijkt dat gewoon zo? Ik weet niet. Oké, 3, 2, go. Het lijkt denk ik zo. Oh. Misschien omdat ik de host ben of zo. Nee, ik denk niet. Ik denk dat ik gewoon faal. Oh, we hebben mazzel. GG. Het begint helemaal weer hier, bij het begin. Oh shit, daar helemaal. Ik wacht er. Maar ik heb hier op checkpoint gedrukt. Waarom kom je hier dan niet? Hier. Shit. Net te laat voor. Nee, dat had ik net ook al opgeklikt. Echt? Ja. Oh. Weird. Is niet... Oh, dat is echt heel weird dan. Ja, Ik ben in ieder geval onderweg. Dus ik kan die monster daar vast wel killen. Oh ja, ik zal heel even wat monster killen. En een baas zie ik weer. Mini baas? Oh nee, dat is weer een... Oké, kom maar op jullie. Ik kom er aan. Oké, ik vind mage ook wel chill denk ik nu hè. Mage is leuk, ja. Ik vind mage en ranger vind ik persoonlijk leukst. Omdat die range zijn. Ja, anders moet je zo dichtbij. Yes. Zou even helemaal kapot maken, kom hier. Oh, ik bedenk dat ik niet stil mag staan. Oké. Nee, nooit eigenlijk stil staan in het spel. Dat is gewoon. Vooral als er zo'n spy guy in de grond zit. Maar later leer je het wel af hoor. Dan krijg je echt heel vaak. Dan krijg je 10 van die spy guys bijvoorbeeld op de grond. En dan. Ja, dan als je dan nog stil staat, dan ben je echt in één klap serieus gewoon dood. Holy shit, al die monstertjes. Oh nee. Oh, don't die on me, bro. No. Hoppakee. Die weg. Die weg. Nice. 1, 2, 3. Next one. Oké, daar mag je niet stilstaan, hè? Zie je dat? Oh ja, ik zie het. Als we eerst gewoon een beetje via boven even die dingen gaan lokken, zo. Okay. Hoppakee. Oké, we gaan voor een combo beide. Hoppakee, ik heb hier al een combo. Bam. Ik nog ook. Meer. Ik heb een combo van 20. Oh, nog weer! Nog meer! Oh shit! Combo to the max! Holy shit, man! 25. Dat is echt sick. Maar die aan die vleermuis heb je ook niet. Die doet geen damage. Nee. Nou ja, jawel. Die doen wel damage. Alleen niet veel. Oh nee. Ze sluiten hem op. Oh. Careful. Oh. Probeer dit ding te killen. Zal ik ook even doen. Oh shit. Naar achterlopen, even die ding killen. Hey, de muscle! Nice, oké, nu kun jij gewoon meer spijs staan.
Sorry? Oh, hoppakee. Nice. Meneer Spike. Zo. Kijk, zie je, ze doen wel damage, alleen niet veel. Oh, ik ben gekilled door een vleermuis. Yes, ze doen iets van 1 damage. Ja. Maar ze zijn niet sterk, maar als er er heel veel komen, dan ja. Dan doen ze wel veel damage. Ja, ik zie dat er weer een hele menigte naar je toe komt. Zie yes. Dat? Maar ja, die heb ik zo dood. Woep, dood. Vleermuizen een beetje kansloos. Ja. Weet je heel erg. Maar je hebt overal, in elke act heb je een kansloos iets. Iets gewoon waar je echt denkt van, what the fuck. Eraan. Ja, je krijgt alleen de combo's van. Ja. Maar dat is ook natuurlijk een groot ding in het spel. Combo's. Wat? Wat? Ben je alweer dood? Spike. Oh nee. Ik verpruts weer de levens. We moeten zometeen, ja, we kunnen zometeen niet nieuwe kopen. Shit, nu ben ik ook dood. Echt? Oké, yes. We hebben nog 4 levens. Oh god. Nee, wacht, laten we maar gewoon niet daar naartoe gaan. Laten we maar gewoon de baas gaan doen. Gelijk al. Ik weet niet of dat veilig is, maar we hebben niet anders. Want we hebben geen geld, we hebben helemaal niks. Oh, dus hierboven moeten we naartoe. Yes, het is nu of nooit. Zo. Boom, activated. Oké, okay. Dus Are you ready? Yeah. We hebben ja, we kunnen niet echt levens kopen, dus oké, okay. Oh shit, waarom denk ik dat we doodgaan? Ik denk het ook. Oh, we kunnen hier potions kopen. Kunnen nice. We, of potions, extra life zou ik doen. Wat zullen we doen? Extra life? Alles op extra life. Oké, okay, heb gedaan. Hebben we de 7. Moet okay, we iets van damage wat, potion? Wat we moeten doen is, we spannen en je ziet heel erg in het midden zie je een grote larf. Wat we moeten doen, ren erop af, gebruik meteen je linker ding, deze. Linker ding? Ja, deze, je linker ding. Oh, deze. Hey. Yes. Oké, okay, ready? Ja. Yeah. Go. Nee, op die larf, op die larf hier zo. Oké, snel. Oké. Dan ben ik dood en dan moet je nu... Oh ja, en dan moet je op zo'n pilaar activeren. Oh, wat de fuck is dat? Ja, kut. Oké. Wacht, dan moet je op zo'n ding staan, inderdaad, en dan komen die pilaren. En als hij dan dat groene shittle bittle gaat doen, dan moet je dat gaan gebruiken. Dus nu moet je erachter hiden. Oké. Ik ben hiden. Oh, ook. Shit. Ja, hij is moeilijk. Oh, kijk mijn combo. Oh, 28. Lekker dan. Oh, nee. Kut, ik ben dood. Oké, ik ben nog niet dood. Oké, daar gaan we. Ik kan hem nu moeilijk veel damage doen. Hoppakee. Bam, lekker dan. Oh, vleermuisje. Dan kom je hier. Oh, snel heiden. Hierachter is een muurtje waar je kunt staan. Die is best chill. Yes, maar dan moet je zo meteen oppassen. Want zometeen komen daar spikes. Dus dat wil je niet oh, staan serious? Zodra die spikes komen. Yes. Oké, pas op. Hij gaat weer. Nice. Oh, wacht, hij doet het 2 keer. En dan kan je nu attacken. Go. Gebruik je linker. Hoop. En dan weer gaan heiden. Er komen een paar vleermuizen. Ja, die vleermuizen doen niet zoveel. Er ligt ook een appel. Neem jij maar. Auw. Ik ga sowieso dood. Kan je activaten op die first plate? Ja, gedaan. Heel, thank you. Ik denk dat jij die appel nodig hebt. Nou, 1 hit en ik ben sowieso dood. Dus bewaar maar. Oké, go. Oké. Oh nee! Oh shit. Yes. Oh, shit. Kijk, het wordt, je merkt het al, hè? Het wordt al een tikkie lastiger. Ja. Yeah. Okay. Hoppakee, doe even moeilijk veel damage op hem. Bam, 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 oh, bam, shit. Bam, oh, bam, 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 bam. Oké, okay, oh nee. Dit is moeilijk. Oh, ik ben dood. Ja, yeah, I know, het is echt lastig. Ik ben nog niet. Maar wat als al onze levens straks op mij? Oké, nu komen die spikes. Oké, ja, ik merk het. Oké, kut. Oh nee. Oké, we moeten nu gewoon alles of niks. Gewoon go. Kom op. Go. Ja! Oh, ik heb hem. Ik ben nog doodgaan. Kut. Maar we hebben hem wel. Ja, maar... En nu? Wacht, ik ga even naar de volgende act, want hier krijgen we 5 levens. Dus misschien... Yo. Yes, je bent gewoon weer relaxed. Wauw. Dit deed nog best wel goed, hè? Je zou me dit alleen moeten doen. Ja, dit heb ik met alleen gedaan. Ik was 2-3 keer dood gegaan of zo. Maar jij hebt dan veel meer controle. Ja, geloof me, als je in je eentje hebt, heb je veel meer controle. Zo. Nice. Wil naar boven? Nice. Ik vind het wel een mooi afsluiter. Ja. Voor de volgende act kunnen we gewoon de volgende keer verder gaan. Ja. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar de nieuwe Hammer Watch. Kom, we gaan nog even een high five, kom. Ja. Doe. Ja, zo. Ja, ja, blijf zo. Nee, wacht. Ja, ga eens naar achter. Ja, zo. Dan moet jij erin schieten. Boom. Ik dacht zelf heel dicht bij elkaar staan en dan zo.
Zo, high five. Yeah. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op Project Minecraft, het gameportaal. Want daar zijn er nog coolere video's op. Grapje. Zeg ik... Jongens, we zeggen peace.